Ik ben aan het trainen. Ik ben aan het voorbereiden voor de grote reis. Ik ga eind dit jaar beginnen met het oversteken van Atlantische Oceaan met de bootfiets. En nu ben ik in Randstad aan het trainen. Om de grote oversteek te maken is zijn bootfiets van alle gemakken voorzien. Die achterlijn gaat dicht. Achterlijn gaat dicht en je komt van. Van voor erin. En dat is eigenlijk waar ik heen ga. Dit is van de andere kant. Oh ja. Dus ik ga van hier binnen en dan ga ik slapen. Ja. Fietsen door de regio is één ding. Maar Ebrahim moet zich 150 dagen in zijn eentje op zee kunnen redden. Hier komt de mast van de bootvis. En hier is eigenlijk een marifoonantenne. Die komt hier. Dit is mijn AIS. En dat betekent als de boten in schepen, grote schepen, in de, om een straal van 12 mijl aan, dan piept die en dan weet ik, dan ga ik het een beetje afwijken. En verder heb ik GPS en AIS. Maar goed, in de realiteit lijkt het heel anders. Binnen het midden van de zee is een gekkenhuis. En dan zie je van alle kanten water binnenkomen in een kleine boot. Maar ik heb vorig jaar Noordzee overgestoken en ik ga dit jaar voor de oceaan, voor echte werken. ik durf het nauwelijks te vragen, maar zou ik er ook even in mogen zitten? Uiteraard. Dankjewel, ik ga het even doen. Maar voor het zover is, moet er nog hard getraind worden. Ebrahim fietst vandaag vanuit Scheveningen via Delft naar Rotterdam.